actualisatieprogramma Energietransitie 2022-2026 voordat we Meulen voort zijn. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het college heeft besloten om de doelstelling op het gebied van klimaat en energie voor 2030 te verhogen van 55% minder uitstoot ten opzichte van 1999 en, als er middelen vanuit het Rijk of de Europese Unie beschikbaar komen, zo mogelijk verder te verhogen naar 60%. Als je iets dergelijks leest in januari 2023 met nog maar 7 jaar te gaan, dan rijst natuurlijk ogenblikkelijk de vraag welke doelen er sinds de invoering van de programmatische aanpak Energietransitie Haarlemmermeer in de periode 2019 tot heden zijn behaald. En dat moet substantieel zijn nu het college heeft besloten daar nog eens een schepje bovenop te doen. In december kwam het college met de Energie- en Klimaatmonitor die laat zien dat het energieverbruik behoudens coronajaar 2020 is toegenomen. In 2020 krompt de Haarlemmermeerse economie met 30%. Werkten de meeste mensen thuis en daar Haarlemmermeer meer banen kent dan inwoners, is het niet zo verwonderlijk dat het verbruik 8% lager lag. Dat is natuurlijk helemaal geen trendbreuk zoals gesteld wordt. En voorts ook nog eens een keer 0,5% meer dan in 1990. Wat we bij Fortsa wel kunnen constateren is dat er met miljoenen wordt gesmeten alsof het strooigoed is. Het is goed dat het spreekwoordelijke verbranden van geld geen CO2 vrijkomt, anders zouden genoemde doelen verder weg zijn dan ooit. Als we ons rijk rekenen met een trendbreuk door coronamaatregelen, is voor Fortsa duidelijk dat we van slimme volger domme koploper zijn geworden. Met het geld van onze inwoners gaan we een voorbeeldrol op ons nemen. We gaan belemmerende regelgeving tegen, dat is heel goed, maar doe dat dan over de hele linie, zodat we onze inwoners en bedrijven ook niet nog meer belemmeren. Doe dat niet alleen voor klimaatreligieuze doelen met vage begrippen als nieuwe focusprojecten voor de energietransitie en het analyseren van mogelijke scenario's geeft het college aan zelf ook niet te weten waar ze mee bezig zijn. Voorzitter, het vorige college was slimme volger. En dat kwam er in de praktijk op neer dat er niks werd gedaan en dat paste onze fractie uitstekend. Nu blijkt dat net als in Den Haag de VVD ook hier schaamteloos D66-beleid gaat uitvoeren. Ons voorland Duitsland, een land dat met 26.000 windmolens en het hoogste aantal zonnepanelen ter wereld, stoot nu meer CO2 uit dan 10 jaar geleden. En het klimaat? Dat verandert gewoon verder zoals het dat al miljarden jaren doet. En de bevolking van Haarlemmermeer? Die wordt alleen maar armer van ons klimaatgepruts. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan gaan we mevrouw Van der Meeberg, D66. Dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de vorige spreker voor de complimenten voor het D66-beleid dat wij gaan voeren. We zijn het eens dat dat nodig is. En ik ben echt van overtuigd dat als we niet grote stappen gaan nemen, en misschien nog wel veel groter dan in dit voorgesteld beleid staat, dat niet alleen de inwoner van Haarlemmermeer daar onder te lijden heeft, maar heel de wereld daaronder te lijden heeft. Als we niet iets doen, dan hebben we een heel groot probleem. U krijgt ook een heel grote interruptie van de heer Vermeulen. Ja, dat is zo mooi. Het woord overtuiging, dat geeft eigenlijk al de religieuze grondslag aan voor het beleid wat u hier aan het verdedigen bent. Dus dank u daarvoor. Mevrouw